Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de temperaturen van vanmiddag en we zien dat zomerse warmte ons land duidelijk verlaten heeft. We komen nog iets boven de 20 graden uit in ons land. Hoge temperaturen, 25 tot 30 graden, vinden we vooral in het oosten en in het zuiden van Europa. En het allerwarmste is het nog steeds in het oosten van Portugal en in het binnenland van Spanje. Maar laten we eens kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Als we bijvoorbeeld naar morgen kijken. Komende nacht minimaal zo rond de 14 graden in ons land. En dan morgen overdag Dan stijgt het kwik bij ons eigenlijk weer tot rond de 20 graden. Maar de 25 graden grens zien we al wel heel Frankrijk. Zuidelijk Frankrijk veroveren. En ook in de Balkanlanden en in Hongarije wordt het warmer. Dus warme lucht komt onze kant op. En zet dat dan door als we naar de zaterdag gaan kijken. Nou, eerst weer de afkoeling in de nachtelijke uren. Zo rond de 15 graden. En dan een zaterdag overdag. Dan zien we dat de grens eigenlijk amper dichterbij komt. Wel in het oosten van Europa, daar is de 25-graden grens van Hongarije verder naar het noorden getrokken tot in Polen. Maar in Frankrijk blijft de grens ongeveer halverwege liggen. En dat komt allemaal door een lager drukgebied dat in de buurt van Noorwegen ligt. Daar rondomheen stroomt ja, toch iets wat koele lucht. Zo over de Britse eilanden richting het noordwesten van Europa. Hoge drukgebied is wel dichterbij, bij de Azoren. Heeft een uitloper richting het zuiden van Frankrijk. En de warme lucht gaat dus een beetje zo, maar weet ons dus net niet te bereiken. Het weer in Europa morgen ziet er dus in de zuidelijke helft van Europa schitterend uit. Daar is het volop zomer met veel zon, prima temperaturen, soms zelfs iets te warm. En richting het noorden komen we wat meer buien tegen. In detail zien we dat ook in Duitsland, Polen. Tsjechië en Slowakije terug. Van tijd tot tijd buien, lokaal nog echt zware buien, met name in het oosten van Duitsland en in Polen en in Tsjechië. Lokaal kan daar veel neerslag vallen en temperaturen zijn zomers 25 tot 30 graden in het oosten en bij ons dus een stukje lager, zo tussen de 20 en de 25 graden. En boven Frankrijk zien we dan die grens liggen van het wat koelere zomerweer naar het warme, aangename zomerweer. In het zuiden van Frankrijk, volop zonneschijn. En ook in Portugal en Spanje, amper een wolkje aan de hemel. 42 graden maar liefst in de Extremadura en in Andalusië. Het zijn echt hoge temperaturen. In Italië, de Balkanlanden, ook prima zomerweer. Ook daar volop zonneschijn. Niets aan de hand, ook dicht bij de Alpen niet. Een paar wolkjes staan, maar vooral heel veel zonneschijn. Temperaturen zijn, zoals je mag verwachten, zoals ook in de vakantieboekjes staan, rond of iets boven de 30 graden. En dat geldt ook voor Griekenland en Turkije. Ook daar zomersomstandigheden, volop zonneschijn. Op de Egeïsche Zee soms een wat stevige noordelijke wind, maar verder eh, prima waarde. Temperaturen meestal 30 tot 35 graden. Nou, voor ons is dat dus niet weggelegd. Vanavond ook geen warme zomeravond. De buien, die trekken geleidelijk weg. En op steeds meer plaatsen wordt het droog. Zonnetje breekt nog wel even lekker door. Dus met de juiste kleren kun je buiten wel zitten. Weinig wind ook, halverwege de avond 18 graden. Vannacht neemt de wolking dan weer toe. Kan er plaatsen wat lichte regen vallen. Temperaturen dalen tot rond 15 graden. En dan komen we bij morgen overdag. Morgen krijgen we te maken met een wisselvallig weer. De wind neemt toe naar windkracht 4, aan zee af en toe windkracht 5. En er trekken wolkenvelden over het land. En uit die bewolking valt af en toe regen. Het wordt geen totaal verregende dag. Er zijn ook lange droge periodes. Heel af en toe breekt de zon door. En dan wordt het morgenmiddag 20 tot 25 graden. Het weekendweer ziet er wat beter uit, kan nog steeds wel een bui vallen, maar de zon schijnt vaker. Meer zonneschijn dus zowel op zaterdag als zondag. Temperaturen blijven 20 tot 22 graden. En ook voor maandag verwachten we nog een enkel buitje, maar vooral meer zonneschijn. Dus wat dat betreft keert het zomergevoel wel enigszins terug. Voor hogere temperaturen moeten we nog een tijdje wachten. Voorlopig is de temperatuur min of meer hetzelfde. En pas halverwege volgende week is er een kleine stijging zichtbaar. Dan zouden we misschien in de buurt van de 25 graden kunnen komen. Maar ook dat is nog onzeker. In ieder geval morgen dus wisselvallig weer in Nederland. En het warme zomerweer vinden we in Zuid-Europa. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.